Kis Rimvis, dat is een hele bijzondere vrouw. Die heeft een zeer bewogen leven achter de rug. Ze heeft in een jappenkamp gezeten. Ze heeft gezien hoe haar eerste man voor haar ogen levend begraven werd. Later is ze hertrouwd, kreeg 10 kinderen. Maar op de 60ste vond ze opeens, wat leid ik toch eigenlijk een gewoon leven. Toen heeft ze radicaal het roer omgegooid. De haar afgeknipt, laten verven en is hele bijzondere kleding gaan maken. 9 jaar geleden zat ze in de stoel van Rick Velderhof. En vertelde daar dat haar grootste droom was nog een keer een grote modeshow van haar bijzondere kleding. En vorige week was het zover. Ze is nu 81 jaar en wij waren erbij toen ze haar eerste, maar tevens laatste, grote modeshow liet zien. Bijzondere dag, hè? Ja. Waarom? Omdat het mijn laatste keer is dat ik iets organiseer. Ik voel dat ik dat, je begint gebreken te krijgen als je ouder wordt. En dus is het eigenlijk, een afscheid. Een afscheidsmodeshow? Fantasieshow. Een afscheidsfantasieshow? Ja. Wat wil u met uw kleding duidelijk maken? Ik wil met mijn kleding duidelijk maken dat de mens een stukje schepping is. Want hij komt van de grote schepping, van de goddelijke schepping. En in het klein kan hij scheppen, ieder in zijn vorm. Maar het is ontzettend veel werk om het te maken. Ja, ik had geen personeel of zo. Slaap je? Ik deed dat. Ik slaap 3 uren per avond. En als ik 's morgens wakker word, dan dank ik al dat ik nog kijken kan. Dat ik nog bewegen kan. Dat ik mijn handen nog kan bewegen. En dan voel ik mij zo rijk. Waarom vindt u het zo belangrijk dat het op tv komt? Ik vind het belangrijk om de mens door te geven dat zijn lichaam, hoe oud je ook wordt, sterft. Maar je zijn is eeuwig en gaat verder. Welkom in mijn fantasieshow. Draagt u dit ook op straat zelf? Als ik me lekker voel, draag ik het op straat. Hoe reageren de mensen erop? Nou, in het begin werd ik uitgelachen. Zo. Maar nou niet meer. Nou kennen ze mij. Ja. U voelt zich lekker hierin? Hè? Ja, ja. Leeft u in een fantasiewereld? Ik leef daar helemaal in. Toen met mijn kinderen leefde ik al in de fantasie. Want we zijn nooit met vakantie geweest. Nooit naar bioscoop of zo, daar was ik te arm voor. Maar wij leefden in een eigen fantasiewereld. Is het ook vluchten voor de grote boze wereld om ons heen? Ja, ik ben bang voor de wereld. Ja. Ik ben bang voor deze tijd, omdat mijn leider tegen mij zegt, één met de natuur en niet bouwen een eigen natuur. En nu is een grote show geweest? Ja. En nu? Ik voel mij veilig bij mensen die ziek zijn of in nood zijn. En mensen die gezond zijn, ben ik vaak bang. En als u daarna niet meer bent? Ja. Waar gaan al uw kleren dan heen? Nou, dat mag verbrand worden, interesseert mij niet. Echt waar? Ja. Nee. Ik heb ervan genoten. Ja. En wat erbij gebeurt, ach, kan mij niks schelen. En als u nou terugkijkt, hè, op uw hele leven, waar zo ontzettend veel in gebeurd is. Hoe vat u het dan samen? Ik heb erg veel geleerd. En ik ben bewust dat je in het leven de kunst is niet te fouten,
Niet het vallen. Dat is niet de kunst. De kunst is opstaan en weer bouwen. Dank u wel. En dat heb ik geleerd. Dank u wel. En de modellen, dat waren haar kinderen en kleinkinderen. December.